bijzonder woord voor welkom aan de vicepresident van de Republiek Suriname, de voorzitter van de Nationale Assemblée, welkom de minister van Justitie en Politie, collega-rechters en leden van het Openbaar Ministerie. En dat bedoel ik als ik praat over collega-rechters, sectorvoorzitters, coördinatoren en subcoördinatoren. Directeur Jos Paul, beleidsadviseurs, kabinet-president en vicepresident. Deken en overige leden van de Surinaamse Orde van Advocaten, het bestuur. Vertegenwoordigers van de Vereniging van Notarissen. Functionaris van de rechterlijke organisatie. Alle niet bij beroep of functie genoemde notabelen. De pers en diegenen die meekijken en luisteren via livestream. En uiteraard de te installeren procureur-generaal en de collega-rechters. Ik ga thans over tot benoeming van de commissie van in- en uitgeleide. Dat zeggen commissie van rapporteurs. In- en uitgeleide van de president van de Republiek, bestaande uit de vicepresident van het Hof van Justitie, meester Cynthia Valsey-Mondnor, en het lid van het Hof, meester Dinesh Suratan. En dan vraag ik de commissie om de president uit te nodigen voor de zittingszaal. Ik schors in dat verband de zitting voor enkele ogenblikken. De geschorste zitting wordt hervat. Van harte welkom, president van de Republiek Suriname, bij deze openbare, buitengewoon openbare zitting van het Hof van Justitie. Deurwaarder, is er iets ter rolle? Dat mag u afroepen. Is dat zo, de president? De heer minister Erik Patrick Rutz. Mevrouw Cynthia Serida Schulz. Klein, mevrouw meester Gracia Sadana Paraksin Kayu Ramcharan. Ja, dat waren de te installeren PG aan de leden. Prima. Dan geef ik thans het woord aan de procureur-generaal voor het requisitoor. En lid van het Hof van Justitie. Ik requireer dat u overgaat door de installatie van de heer meester Erik Patrick Rutsch, tot lid van het Hof van Justitie van Suriname, mevrouw meester Cynthia Sherida Schulz gehuwd Klein, tot lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie, en mevrouw meester Garcia Sadna Paraksin van Witram Charan, tot procureur-generaal bij het Hof van Justitie. Ik dank u wel. Dank u wel. Ik nodig thans de griffier van het Hof van Justitie uit om de beëdigingsakte eerst van de procureur-generaal
En vervolgens conform de rol van de twee te installeren rechters van het Hof voor te lezen. Op heden, maandag de 14 augustus 2023, de 14.00 uren, is op het presidentieel paleis verschenen mevrouw meester Garcia S. Ramcharan Parasin, die als procureur-generaal bij het Hof van Justitie in handen van de president van de Republiek Suriname de voorgeschreven eed heeft afgelegd. Op heden, maandag de 14 augustus 2023, de 14.00 uren, is op het presidentieel paleis verschenen de heer meester Erik P. Rutsch, die als lid van het Hof van Justitie in handen van de president van de Republiek Suriname de voorgeschreven eed heeft afgelegd. Op heden, maandag de 14 augustus 2023, de 14.00 uren, is op het presidentieel paleis verschenen mevrouw meester Cynthia S. Klein-Schulz, die als lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie in handen van de president van de Republiek Suriname de voorgeschreven eed heeft afgelegd. Dank u wel. Het Hof verleent akte van vermelde voorlezing en verklaart meester Garcia Sadhana Parasin gehuwd Ramcharan als ze zijn geïnstalleerd tot procureur-generaal bij het Hof van Justitie. Het Hof verklaart meester Erik Patrick Rutsch als ze zijn geïnstalleerd tot lid van het Hof van Justitie. En het Hof verklaart meester Cynthia Sherida Schulz gehuwd Klein als ze zijn geïnstalleerd tot lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie. President, geachte aanwezigen. Het Hof is niet over één nacht ijs gegaan met het gevraagde advies vanuit de regering om meester Garcia Parasin te benoemen tot procureur-generaal bij het Hof van Justitie en van de voordrachten van de rechters meester Rutsch en meester Klein. Niet over één nacht ijs. Door de ledenvergadering van het Hof van Justitie zijn zij gewogen aan de hand van de beschreven en vastgestelde functieprofielen voor rechters, respectievelijk procureur-generaal, en unaniem goed bevonden om de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en verplichtingen verbonden aan het ambt van hoogste vervolgingsambtenaar, respectievelijk onafhankelijke rechters voor de Surinaamse samenleving te vervullen. Unaniem, de 18 leden van het Hof hebben dat advies uitgebracht. Het Hof heeft getoetst aan de volgende competenties die voor alle hoedanigheden binnen de rechterlijke macht gelden. Ik noem de competenties die voor alle hoedanigheden binnen de zittende en de staande magistratuur gelden. Deskundigheid. Integriteit, zelfvertrouwen, stevigheid, samenwerken, besluitvaardigheid, sociabiliteit, zelfreflectie, plannen, organiseren en prioriteren, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Dat zijn de competenties die we hebben ontwikkeld gaandeweg het bestaan van de rechterlijke macht. Om rechters, CQ, vervolgingsambtenaren, waarover de rechterlijke macht beslist, met name de procureur-generaal en advocaten-generaal, om dat, zeg maar, daaraan te toetsen aan deze competentie onderdeel. Voor rechters geldt bovendien onafhankelijkheid, onpartijdigheid en luisteren. Goed luisteren. Niet fra-fra luisteren. Voor een lid van het Hof van Justitie, ik heb niet over een lid plaatsvervanger. Voor een lid van het Hof van Justitie en overigens ook voor de procureur-generaal, maar ook voor vicepresidenten en advocaten-generaal, geldt
affiniteit met bestuurlijke aspecten van de organisatie. Daar wordt er ook op gelet. En voor de procureur-generaal in het bijzonder extra betrokkenheid en omgevingsbewustzijn in sabisei psa, in na kondre, in na samenleving, in pirfiri, in lukushi, bij in doe ze in doe, gegeven jouw bevoegdheden vanuit de wet en de grondwet. Stimuleren en ontwikkelen van collega's van het Openbaar Ministerie en medewerkers. Ook een competentie. Tjadema waka. Make them a doa job. Make them do a boom. Conform de competenties. Conform de gedragscode. En een ander belangrijk competentie voor de PG en in feite leidinggevende mensen is, je moet weten te delegeren. Die tramang een kans voor boudensrift op vertrouwen leider toe, voor tjarasan waka toe. Delegeren. Want als je oor alasan naar jou, jou wang no machare waka. Je gaat het niet kunnen volvoeren. Je hebt iedereen nodig. Elke functiegroep binnen de organisatie, binnen die rechtelijke organisatie heb je nodig. Na ampel beraad heeft het Hof conform artikel 142 lid 2 van de grondwet positief advies uitgebracht aan de regering om de aan het ambt van procureur-generaal respectievelijk rechter verbonden taken en verantwoordelijkheden aan de geïnstalleerden toe te bedelen. We mogen de heer Charles de Montesquieu erkentelijk zijn dat hij eeuwen geleden de scheiding der machten heeft bepleit, welke ook ingang heeft gevonden in onze grondwet en ons staatsbestel. De afgelopen dagen was hij een beetje onrustig in zijn graf. Hij keerde een paar keren in zijn graf. Michi, vanwege de gedachtevormingen in de samenleving over het proces tot benoeming, beëdiging en installatie. Vanwege de checks en balances in het kader van de triasleer, zoals vastgelegd in de grondwet, treedt het bestuurlijk deel van het Hof slechts in de beoordeling van de benoeming en beëdiging, indien het gegeven advies van het Hof ongemotiveerd of zonder een draagkrachtige motivering terzijde wordt gelegd door de regering. Enkel en alleen dat moment treedt het Hof dan weer op. We hebben gecheckt en ook deze waarborgsnorm over het advies is naar eer en geweten en naar behoren, denk ik. Naar eer en geweten, denk ik, maar naar behoren in acht genomen door de regering. In het belang van de samenleving koestert het Hof dit groot goed van scheiding der machten en de checks en balances tussen de drie staatsmachten. En we waken ervoor als rechterlijke macht dat het niet in gevaar komt. Procureur-generaal, collega rechters, bij de installatie van u heden door het Hof wordt benadrukt dat we staan achter deze leer en dat u geïnstalleerden vanaf heden en indachtig de competenties, uw verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunt uitoefenen. De procureur-generaal als vervolger en de rechters als rechtsprekers. Oefent u de gegeven bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit indachtig de protocollen van uw professie. Naar eer en geweten, met inachtneming van de wet, recht en rechtssysteem. De wet is beperkt, het recht is ruimer en het rechtssysteem is nog ruimer.
We hebben jarenlang op de universiteit moeten studeren om dit alles te kennen. Niet alleen de wet, maar dat heel systeem ook erbij. Wees stevig en krachtig, doch bedachtzaam, omgevingsbewust en doet u alles naar de menselijke maat. Echt de menselijke maat. In de strafsector praten we nog specifieker. Gelet op de persoon van de verdachte en de omstandigheden van het geval. Dan komt er een oordeel. Het is een menselijke maat. Voor de collegierechters geldt bovendien, wees onpartijdig en hoffelijk naar de justiciabelen toe. Daarom heeft de grondwet een onafhankelijke rechter gegeven, artikel 10 van de grondwet, aan de justiciabelen, aan de mensen van Suriname, aan de burgers in dit land. Niet voor niemandal is dat zo beschreven. Bedenk dat de rechterlijke macht ingevolge de constitutie en de wet met macht bekleed is. Daarom heet het rechterlijke macht. En ik zeg het een beetje genuanceerder, zo u wilt ook. Met bevoegdheden die kunnen ingrijpen in menselijke vrijheden en vermogens. Bij elke beslissing kan dat zich voltrekken. Het grijpt in. Niet iedereen is blij en tevreden daarmee. Maar doe het naar eer en geweten. Met inachtneming van de deskundigheid, wet, recht, rechtssysteem. Stevig, krachtig, bedachtzaam, omgevingsbewust sowieso en menselijke maat. Laten we dan bij deze gedachte van die macht, laten we daarom bij het hanteren van die bevoegdheden en de macht die dan gegeven is in bevoegdheden, transparant en met beleid het ene aan het doen, maar bovenal ook rechtsstatelijk. Geachte aanwezigen, de rechterlijke macht, het Hof van Justitie en het OM zijn reeds geruime tijd in een proces van interne transformatie met moderniseringen en verbeteringen voor gedegen en snellere rechtspraak. Dat voor de samenleving. Binnen dit proces is er geen tijd en geen ruimte. We hebben al jarenlang achterstand. Vanaf de onafhankelijkheid hebben we die achterstand. Er is geen tijd en ruimte voor stilstand of oponthoud. Zij die daarmee willen bezig zijn, die gaan dit land gewoon ophouden. Die rechtspraak ophouden, het bestuur ophouden, de wetgever ophouden. En dus die hele samenleving ophouden. Het Hof juicht daarom toe dat de vakante posities binnen de rechterlijke macht thans zijn ingevuld. En dat de institutionele onafhankelijkheid van de rechterlijke macht gewaarborgd blijft. De heer Charles de Montesquieu, hij was ook baron, is vandaag gerustgesteld in de rechtsstaat Suriname. Procureur-generaal, het Hof heeft alle vertrouwen erin. Dit mede gelet op uw jarenlange carrière binnen het Openbaar Ministerie en uw toewijding in elke hoedanigheid binnen het OM. Dat u de ingeslagen weg van modernisering en verbetering van het OM en de organisatie onverschrokken zult voortzetten. De modernisering evenwel zal ook zichtbaar moeten zijn in een goed en transparant insluit- en vervolgingsbeleid. Goede aansturing van de justitiële politiezorg en continue opleidingen en trainingen van een ieder die onder u reserteert. We legitimeren ons als rechterlijke macht vanwege het feit dat we gemotiveerd beslissingen nemen binnen het kader van de wet, recht en het rechtssysteem. We moeten dat steeds blijven leren en herhalen. Trainingen kosten geld.
ze kosten heel erg duur. We hebben de EU-grant zeg maar, in uitvoering nu. Maar als u weet dat 1,5 tot 2 miljoen euro aan 3 of 4 of 5 opleidingen wordt besteed, dan heeft u een idee hoe duur een opleiding kost. De menskracht om die opleidingen op dit niveau te doen, moeten we uit het buitenland halen. Maar laten we erin blijven investeren. Mevrouw de procureur-generaal, wees u daarbij niet zuinig met investeringen binnen het OM en de justitiële politie. En dat ter volvoering van de missie zoals genoemd in de artikelen 145, 146 en 147 van de grondwet. Voor het Hof als zittende magistratuur gaat artikel 139. Het geregeld afdoen van alle rechtsgedingen. Zo staat het in de grondwet. We zijn verantwoordelijk daarvoor als rechterlijke macht. Maar we moeten de tools hebben, we moeten de middelen hebben, we moeten de faciliteiten hebben. En daar is de regering, staat garant voor. En daar ben ik zeg maar verheugd op dat de begrotingsmiddelen en dat de begrotingen worden goedgekeurd, zeg maar indachtig de missie van deze staatsmacht. Ik citeer even voor de goede orde de missieartikelen van het Openbaar Ministerie. Artikel 145. Het Openbaar Ministerie is met uitsluiting van elk ander orgaan verantwoordelijk voor de opsporing en belast met de vervolging van alle strafbare feiten. Artikel 146 zegt: het Openbaar Ministerie bij het Hof van Justitie wordt uitgeoefend door of namens de procureur-generaal. De procureur-generaal vertegenwoordigt de Republiek Suriname in rechten. Hij is hoofd van het Openbaar Ministerie en is tevens belast met de justitiële politiezorg. Hij is bevoegd aan de ambtenaren die met politionele taken zijn belast, zodanige instructies te geven ter voorkoming, opsporing en nasporing van strafbare feiten, als hij in het belang van een goede justitie nodig oordeelt. Artikel 146. Artikel 147 grondwet. De procureur-generaal waakt voor de richtige uitoefening van de taak van de politie. Het komt 2 keren voor. Richtige uitoefening van de taak van de politie. Hij is bevoegd daaromtrent voorstellen te doen die hem dienstig voorkomen. In twee artikelen van de grondwet staat de politiezorg richting Openbaar Ministerie. Die aansturing, trainingen, is van belang vanuit het Openbaar Ministerie. Collega, de geïnstalleerde rechters. In de rechters, meester Erik Rutsch en Cynthia Klein, heeft het Hof eveneens alle vertrouwen. U mag vanaf vandaag aan de slag als rechtsprekers binnen de Surinaamse rechtspraak. Uw jarenlange kennis en deskundigheid, als ook uw opgedane ervaring buiten de rechtspraak en uw professionele rijpheid staan garant voor het volvoeren van deze verantwoordelijkheid en de gegeven bevoegdheden. Collega Rutsch zal, die is gepromoveerd tot lid van het Hof van Justitie. Hij was eerder al plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie, 4 jaren, 5 jaren. En nu gaat hij in als lid van het Hof van Justitie. Zal vanaf het nieuwe zittingsjaar in oktober 2023 verantwoordelijk zijn voor de zittingen in het district Nikeri. We gaan ook zittingen houden in Marowijn en Burgerponde. En ik kijk naar de minister van Juspol, zo snel mogelijk de faciliteiten, dan kunnen we beginnen per oktober. Ik hoop dat ik in mijn jaarrede daarover het een en ander nog kan doorgeven, dat we dat kunnen oppakken. Collega-rechter Cynthia Klein zal als voltijdse lid plaatsvervanger zich toeleggen in kamers, hoge beroepsstrafzaken en waar nodig ook als rechtercommissaris.
Er zijn veel onderzoekingen, gerechtelijke vooronderzoekingen, die komen vanuit het Openbaar Ministerie. Naar de rechtercommissaris, ik heb zoveel rechters die ik moet vrij krijgen om die onderzoekingen te doen, samen met de politie. Dit bedoel ik met justitiële politiezorg van het OM. Als het te veel verschoven wordt naar de zittende magistratuur, de RC, ja, dan gaat de RC met politiemensen bezig zijn, in plaats van de officieren, hoofdofficieren, CQAG's. Laat het weer terugschuiven naar binnen de dienst, zodat de dienst die kracht heeft en de potentie ontwikkelt om die aansturing te doen bij zware onderzoekingen. Dus collega Sintje Klein zal zich verdienstelijk maken ook op het rechtercommissariaat. Het Hof zegt u daarbij alle ondersteuning toe in het boeken van resultaten en de snellere en deskundige afwikkeling van rechtszaken. En het Hof twijfelt er niet aan dat u daar een succes zult hebben, gegeven uw toewijding de afgelopen periode, gegeven de training van meester Klein bij ons gedurende een jaar zo ongeveer, maar de jarenlange ervaring als vervolgingsambtenaar wordt ook daarbij meegenomen. Geïnstalleerden, ik feliciteer u mede namens alle collega's van het Hof met uw benoeming, beëdiging en heden uw installatie als rechter, respectievelijk procureur-generaal. Ik betrek bij deze felicitaties ook de regering van de Republiek Suriname, het Openbaar Ministerie in zijn totaliteit en niet te vergeten uw dierbaren. In feite dus de hele Surinaamse samenleving. Over het dierbare die ben ik vergeten om te verwelkomen aan het begin, maar heb ik een bijzonderheid. Ik ben de dierbaren, uw gezins- en familieleden, erkentelijk voor hun offers, opgebrachte geduld en begrip gedurende de momenten waarbij u in een dilemma verkeerde over uw besteedbare tijd met hun of het dienen van de samenleving met uw bediening. Dat is het dilemma. We zijn druk, rechters zijn druk, er zijn weinig. Dus we doen ons best. Maar dan krijg je dat familie gaat offeren een beetje. En daar moeten we een balans in zien te vinden bij het werken. We nou ja, die brief voorschot de matakina libi. Maar we moeten wel doen dat zaken snel gaan en goed afgehandeld worden. Tot slot wens ik u veel wijsheid en werksatisfactie toe in deze nieuwe hoedanigheden met nieuwe uitdagingen, zowel voor de procureur-generaal als voor de nieuwbakken, het lid van het Hof van Justitie, meester Rutsch, en het lid plaatsvervanger, meester Sintje Klein. Ik nodig thans uit collega-lid Erik Rutsch om een kort dankwoord te houden. Alsjeblieft. President. Hallo. Yes. Mag ik allereerst mijn verontschuldigingen overbrengen voor die, het stemgeluid heb ik overgehouden van de werkzaamheden. President van het land, vicepresident, voorzitter van de Nationale Assemblée, de minister en andere hoogwaardigheidsbekleders, collega's van de zittende en de staande magistratuur, advocaten en andere beroepsgroepen, familie, mijn moeder en mijn zonen die hier aanwezig zijn, vrienden en andere genodigden, ik zeg u dank voor uw aanwezigheid. Vandaag bij het inluiden van de tweede fase van werkzaamheden van mij bij het Hof van Justitie van Suriname. Thans als lid van het hoogste rechtscollege in dit land. U kent zeker het gezegde dat niets voor zijn tijd komt. Ik kan u meegeven dat dit zeer toepasselijk is op mijn positie op dit moment. Het is met de wil van de Almachtige vandaag zover dat ik als lid van het Hof van Justitie ben geïnstalleerd en ik voel mij zeer vereerd dat
met dit ambt, om dit ambt te mogen bekleden, wetende dat er een grote werkdruk hiermee gepaard gaat. Dank aan de collega's van de rechterlijke macht voor de ondersteuning die ik heb mogen ondervinden bij het verrichten van mijn werkzaamheden als lidplaatsvervanger van dit college en dit ondanks hun zeer grote workload. Aan de leiding van het Hof wordt meegegeven op de ingeslagen weg voort te gaan, de zaak het opleiden en aantrekken van leden van de rechterlijke macht, ten einde de werkdruk te verminderen. Want, mijn dames en heren, gelooft u mij, de werkdruk is groot. Maar er is licht aan de horizon. De RAI-opleiding is gestart en enkele andere opleidingen liggen ook in de startblokken. Van deze plaats uit wordt aan de leiding van het Hof van Justitie gevraagd ook de nodige aandacht te besteden, dan wel het daarheen te leiden dat die aandacht wordt besteed aan onder andere de status van de griffiers. Door enkele worden de griffiers ook wel aangeduid als de schrijvende macht binnen het geheel. Daar zij de rechters de nodige ondersteuning verlenen bij het verrichten van hun werkzaamheden, primair het spreken van recht. De griffiers moeten ook met een zekere mate van genoegen de werkzaamheden verrichten, omdat zij de nodige ondersteuning moeten verrichten naar de leden van het college. Zij hebben dus hiertoe ook de nodige incentives nodig, vandaar dat de actoren binnen het geheel daar ook werk van zullen moeten maken. Ten afronding, ik vertrouw op de nodige ondersteuning van alle actoren betrokken bij de rechtspleging, in de ruimste zin des woords, waarbij een ieder op basis van zijn eigen taak binnen deze keten van werkzaamheden naar eer en geweten hun werkzaamheden zullen verrichten ter ondersteuning van elkaar en realisering van het uiteindelijk doel. Het doel is gemeenschappelijk, namelijk een goed functionerende rechtsstaat in Suriname voor een ieder te bewerkstelligen. Als Hof van Justitie, we want to bring justice to the people. En daaraan wil ik mijn bijdrage leveren. Ik dank u voor uw aanwezigheid en ik wens u een vruchtbare dag toe. Ja, dank u wel. Aan collega, dan het woord aan collega Cynthia Klein. President, het protocol door u bij de opening aangehaald, neem ik over en groet ik aan ieder hier aanwezig. Graag maak ik van dit moment gebruik om mijn dank en waardering uit te spreken. In de eerste plaats dank en eer ik God voor zijn genade en het voorrecht dat mij te beurt valt om als lidplaatsvervanger ook een bijdrage te mogen leveren aan de rechtspraak in Suriname en het dienen van rechtvaardigheid. Ik dank u, president, de leden en ledenplaatsvervangers van het Hof, voor het vertrouwen in mij gesteld. Ook dank ik aan ieder die heeft bijgedragen aan het proces van mijn benoeming tot de installatie vandaag. Dank aan mijn gezin, in het bijzonder mijn echtgenoot hier aanwezig, en familie voor hun liefdevolle ondersteuning. En ook dank aan allen die mij hebben geïnspireerd gedurende mijn loopbaan en professionele groei. Voorts gaat mijn dank en waardering ook uit naar de strafrechters, griffiers en de overige medewerkers voor hun ondersteuning de afgelopen maanden. Ik kijk er naar uit om met hen samen te werken en ook meer van hun expertise te leren. President, leden aanwezigen. Vertrouwen in het rechtssysteem is van onschatbare waarde en de rechtspraak speelt hierin een belangrijke rol. Ik ben mij dan ook ten volle bewust van de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid dat het rechterlijk ambt met zich meebrengt. Immers, zoals u daarnet ook zei, president, de rechter neemt beslissingen die diep ingrijpen in het leven van mensen. Ten einde, samen met mijn collega's, het vertrouwen van het publiek in de rechterlijke macht hoog te houden, zal ik mij dan ook inzetten het ambt met toewijding en eerlijkheid te vervullen. Ik dank u. Ja, dank u wel. Lidplaatsvervanger, meester Cynthia Klein. Thans het woord aan de procureur-generaal. Dank u wel, geachte president, vice-president en lid van het Hof van Justitie.
Met in acht nemen van het protocol groet ik ook van mijn zijde ieder hier aanwezig. Ik zal eerst beginnen, voordat ik begin met mijn installatiereden, zal ik eerst een kort woord richten tot de geïnstalleerde rechters. Geachte meester Rutsch en meester Klein, de installatie van u als lid, CQ-lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie, is een mijlpaal in uw carrière. Meester Rutsch, u heeft reeds enige ervaring met de werkzaamheden van de rechter. U heeft zich weliswaar tot nog toe slechts bezig gehouden met het civiel gedeelte van uw beroep. Nu gaat u ook de uitdaging aan om u ook te gaan verdiepen in het strafrecht. Daar zult u geen spijt van krijgen. Meester Klein, u bent gepensioneerd vervolgingsambtenaar en hebt thans besloten uw kracht te geven aan de zittende magistratuur. Als vervolgingsambtenaar hebt u gecompliceerde strafzaken voorgelegd aan de kantonrechter en dat hebt u op een kundige wijze gedaan. Thans zult u aan de andere kant van de groene tafel plaatsnemen en met de andere bril kijken naar de strafzaken die aan u zullen worden voorgelegd. Uw kennis, inzichten en jarenlange ervaring als vervolgingsambtenaar zullen u daarbij zeker goed van pas komen. Rechter, recent is een rechter, oud-vervolgingsambtenaar, op de zitting door een advocaat gevraagd, daar hij van mening was dat bij zijn cliënt een opgewekte schijn en een gerechtvaardigde vrees voor subjectieve partijdigheid was ontstaan, omdat de rechter officier van justitie was geweest en er tussen haar en de behandelde officier van justitie een werkrelatie bestond. Ik wil u erop voorbereiden dat ook u hiermee geconfronteerd kunt worden. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat u beiden vrij van vooroordelen, vooringenomenheid, voorkeuren en eigen belangen recht zult spreken. En iedere schijn van partijdigheid zult vermijden, juist omdat u tot taak heeft toe te zien op naleving van het recht door anderen en dat u in uw ambtsuitoefening steeds gewetensvol zult handelen, zodat u het noodzakelijk vertrouwen van de burger blijvend geniet. Immers, vertrouwen van de burger en de samenleving in de rechtspraak is noodzakelijk voor de instandhouding van de rechtsstaat. Dit vertrouwen hangt nauw samen met het gezag dat de rechter in de samenleving heeft. De rechter is bij uitstek verantwoordelijk voor het waarborgen en uitdragen van hoge gedragsnormen, zowel in zijn functioneren als rechter als daarbuiten. Tijdens de rechtszitting zult u zich met waardigheid gedragen en partijen en andere procesdeelnemers beleefd, oprecht en tactvol behandelen. Tijdigheid en efficiëntie bij de afdoening van zaken zijn mede bepalend voor de kwaliteit van de rechtspraak. En wij doen een beroep op u dat zaken tijdig en efficiënt worden afgedaan en dat de door u gedane uitspraken tijdig ter beschikking worden gesteld van de partijen. U zult zich tevens op de hoogte dienen te houden van ontwikkeling op het gebied van zowel het nationaal als internationaal recht. En natuurlijk heeft de rechter ook het recht op respect voor zijn privé- en gezinsleven, maar u dient zich er wel van bewust te zijn dat u een publieke ambt bekleedt. Om die reden zult u ook in de privésfeer gedragingen die schadelijk kunnen zijn voor het imago van de rechter of die niet in overeenstemming zijn met de waardigheid van het rechtelijk ambt achterwege laten. Meester Rutsch en meester Klein, het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat u opgedragen werkzaamheden zult uitvoeren overeenkomstig de door u afgelegde eed en kijken wij uit naar een prettige samenwerking met u. Namens het Openbaar Ministerie feliciteer ik u met uw installatie tot lid, zeker plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie, en wens u veel wijsheid toe in uw beroepsuitoefening. De felicitaties gaan ook uit naar het Hof van Justitie, uw gezin, familie en vrienden. Dan ga ik thans over tot mijn eigen installatiereden. Het is vandaag voor mij, als lid van het Openbaar Ministerie, een bijzondere dag. Na meer dan 2 jaren te hebben waargenomen als procureur-generaal, heb ik vandaag het voorrecht om u als procureur-generaal te mogen toespreken. Ik doe dat volgens de traditie met de installatiereden. Dit voorrecht is mij ten deel gevallen dankzij de genade van mijn schepper, Heer Krishna. Immers, zonder zijn allerhoogste wil gebeurt niets. Aan hem brengt mijn nederige eerbetuiging toe. Ik breng mijn dankbetuiging ook toe aan de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie de heer Santokki, en aan het Hof van Justitie, met name de president van het Hof van Justitie, meester Rassenbaks, voor het in mij gestelde vertrouwen. Dank u wel. Het vertrouwen gesteld in mij zal ik niet beschamen. Ik breng mijn dankbetuiging tevens uit aan mijn gezin voor hun steun en geloof in mij, mijn moeder en overige familieleden en alle overige welwissers.
jammer dat mijn vader dit moment niet kan meemaken, dat hij ons in maart van dit jaar is komen te ontvallen. En niet te vergeten mijn collega's die mij de afgelopen periode hebben ondersteund. Zij die mij steeds vroegen, mevrouw Parachsing, hebt u reeds iets gehoord over uw benoeming? Mevrouw Parachsing, wij weten niet wat er zal gebeuren met de organisatie wanneer u er niet meer zult zijn in de organisatie. Die onzekerheid kan het instituut als het Openbaar Ministerie zich niet permitteren. Immers, het Openbaar Ministerie is het enige instituut in geheel Suriname die met uitsluiting van elk ander orgaan belast is met de vervolging, verantwoordelijk is voor de opsporing en belast is met de executie van alle rechtelijke uitspraken. Blijkens artikel 146 van de Grondwet wordt het Openbaar Ministerie uitgeoefend door of namens de PG en vertegenwoordigt hij de Republiek Suriname in rechten. Voorts is de PG belast met de sociale politiezorg. Hij is bevoegd aan de ambtenaren die met politionele taken zijn belast, zodanige instructies te geven ter voorkoming, opsporing en nasporing van strafbare feiten als hij in het belang van een goede justitie nodig oordeelt. Voorts is de PG de centrale autoriteit als het gaat om rechtshulp. Het is de PG die ook belast is met de vervolging van politieke ambtsdragers wegens misdrijven in die betrekking gepleegd. De PG is in diverse wettelijke regelingen ook belast met civielrechtelijke verantwoordelijkheden die door de extrajudiciële afdeling ter parketten worden uitgevoerd. Alle reden dus om aan de benoeming van de PG de hoogste prioriteit te geven en aldus voor zorg te dragen dat er rust en stabiliteit is in de organisatie. Zo kan de organisatie verder ontwikkelen, vooral in deze tijd die gekenmerkt wordt door verval van waarden en normen, corruptie, georganiseerde misdaad, ondermijning, onverdraagzaamheid, korte lontjes en geen respect hebben voor elkaar. De functie van de PG is er aldus één waarbij er een immense takenrust op de schouders van de PG. Als waarnemend PG heb ik die al mogen ervaren. Met de benoeming van mij tot PG en mijn installatie vandaag zal deze immense taak zeker niet minder worden. Maar juist daarin vind ik de motivatie om door te gaan en klaar te staan voor de Surinamer en voor de Surinaamse samenleving. Waarbij voor mij rechtvaardigheid boven alles staat. Geruststellend is dat ik er niet alleen voor sta, maar samen kan optrekken met de overige leden van het OM. Ik voel mij verantwoordelijk om samen met de collega's het OM naar verdere hoogte te brengen. Hierbij is het van belang om aan te geven dat het OM in haar werkzaamheden onafhankelijk, onpartijdig, objectief is en aldus geen verlangstuk is en mag zijn van welke politieke partij dan ook. Ik kan het ieder dan ook recht in de ogen aankijken, wat ik als zeer prettig ervaar, omdat mijn OM en ik het werk optimaal kunnen doen. Wij dienen de rechtsstaat en de rechtsstaat, dat bent u allen. In gevolg van artikel 131 van de Grondwet is elke inmenging in zaken de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig verboden. Ik wil hiermee aangeven dat de wetgever toen al heeft willen voorkomen dat derden die geen belang hebben in een strafzaak zich inmengen in de opsporing en vervolging. Als PG zal ik mij blijven inzetten dat deze grondwettelijke bepaling te alle tijden wordt nageleefd en dat de institutionele waarde van het OM in de democratische rechtsstaat gewaarborgd blijft. Inmiddels is ook aan de hulpofficieren van justitie kenbaar gemaakt dat zij slechts een rapportageplicht hebben aan het Openbaar Ministerie. Het OM neemt een belangrijke positie in het staatsbestel. Het OM beschikt in dit stelsel over aanzienlijke macht. Maar de staatsrechtelijke positie van het OM wordt gekenmerkt door een groot aantal controlemechanismen. Het strafproces gaat uit van de vervolgingsmonopolie en van het opportuniteitsbeginsel. Het OM mag op basis van het opportuniteitsbeginsel beslissen wie wordt vervolgd en wie niet. Echter mag de vervolgingsbeslissing van het OM niet in strijd zijn met de wet, verdragen of algemene rechtsbeginselen. Het meest omvangrijke toetsingskader voor de vervolgingsbeslissing wordt gevormd door de beginselen van behoorlijke strafrechtspleging. Maar ook door de strafrechter kan een controle worden uitgeoefend op beslissingen genomen door het OM. Op de zitting toetst de rechter de geldigheid van de dagvaarding, de ontvankelijkheid van de officier van justitie, zijn eigen bevoegdheid om kennis te nemen van de door de officier van justitie voorgebrachte zaak en gaat hij tevens na of het lastigleggende feit bewezen en strafbaar is, of de dader strafbaar is en vervolgens welke straf aan de verdachte dient te worden opgelegd.
Verder kan ook de rechtercommissaris op grond van artikel 54a strafvorderingprocedure de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling beoordelen en kan hij een gevorderde bewaring weigeren of verlenen. Wanneer het OM besluit tot verdere vervolging van de verdachte, kan de verdachte op grond van artikel 243 strafvordering een bezwaarschrift indienen tegen de dagvaarding. Een rechtstreeks belanghebbende kan zijn haar beklag doen bij het Hof van Justitie op grond van artikel 4 strafvordering wanneer het OM besluit om niet te vervolgen of om niet verder te vervolgen. En indien de klager ontvankelijk is en het Hof van oordeel is dat vervolging plaats had moeten hebben, beveelt het Hof op grond van hetzelfde artikel dat een vervolging zal worden ingesteld. De wetgever heeft aldus een stelsel van checks en balances rondom het OM gecreëerd. Een der taken van het OM is het zorg dragen voor de strafrechtelijke handhaving van die rechtsorde. Wij kunnen als OM dat niet alleen doen. Dat vergt samenwerking. De integrale samenwerking is daarom van belang. Het OM wil een toegankelijke veiligheidspartner zijn die als gelijkwaardige partij het overleg en de samenwerking zoekt met relevante partijen om tot gezamenlijke interventie- en preventiestrategieën te komen. Ons werk moet kunnen bijdragen aan rechtvaardigheid, genoegdoening en een veilige samenleving. Wij laten ons daarbij niet intimideren en gaan onverschrokken door met het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. Tegenover een professionele criminele organisatie dient ook een professioneel OM te staan, welke in staat is de meest gecompliceerde onderzoeken te verrichten. Dit is het OM samen met de politie gelukt in de afgelopen periode. Ik noem hierbij de strafzaken van de 100 containers met illegaal hout, van de 3 verkoolde lijken, opgegraven vliegtuig, drugsvangsten in bevroren vis, fraude bij het ministerie van Financiën, corruptie bij de SBSB enzovoort. De successen zouden evenwel groter zijn wanneer het OM zou beschikken over de wet bijzondere opsporingsbevoegdheden, interceptiesystemen, meer officieren van justitie en gekwalificeerde manschappen bij de politie die ook over de nodige middelen beschikken om het werk naar behoren te kunnen doen. Ik spreek de hoop uit dat nog dit jaar de concept van bijzondere opsporingsbevoegdheden wordt goedgekeurd in DNA. Het ligt in de bedoeling om nog dit jaar een aanvang te maken met de radioopleiding voor de staande magistratuur om het tekort aan vervolgingsambtenaren op te vangen. Corruptie is een groot vraagstuk dat met wortel en tak moet worden uitgeroeid. Het mag nimmer zo zijn dat criminelen via corruptie voet aan de grond krijgen binnen publieke organisaties en zelfs processen en besluiten beïnvloeden. Als overheidsorganisaties en hun mensen daar gevoelig voor zijn of te weinig alert zijn, vormt dat een voedingsbodem die levensgevaarlijk is. De samenleving en de strafrechtketen dienen daartegen weerbaar gemaakt te worden. Het OM is een organisatie met een interne hiërarchie die thans bestaat uit 28 vervolgingsambtenaren en 89 medewerkers die hun werk zeer toegewijd doen. Wij maken gebruik van ieders expertise, kennis en ervaring. Daarbij hoort de doorontwikkeling naar een sterke, professionele en moderne OM-organisatie die in staat is uitvoering te geven aan de OM-acties en strategieën. We stuiten hierbij echter op de volgende knelpunten. In artikel 32 van de Wet op de inrichting en samenstelling van de rechtelijke macht is de samenstelling van het Hof aangegeven en staat vermeld dat werkzaam zijn bij het Hof een procureur-generaal en 2 advocaten-generaal. De huidige situatie is dat er nu wel een procureur-generaal is, maar geen advocaten-generaal. Ik heb in mei van dit jaar na de pensionering van meester Rassam de voordracht gedaan tot benoeming van meester Niamet in de functie van advocaat-generaal. Het raadsvoorstel hieromtrent ligt reeds enige tijd op het kabinet van de vicepresident. De behandeling ervan heeft nog niet plaatsgevonden in de Raad van Ministers. Dit bemoeilijk opschuivingen die moeten plaatsvinden in de organisatie. Het OM heeft ook een tekort aan parketsecretarissen. De selectie van juristen heeft al plaatsgevonden en is opgestuurd naar het ministerie van Justitie en Politie. Tot op heden heeft geen enkele nieuwe parketsecretaris zich aangemeld. Het komend zittingsjaar starten we met een tekort aan maar liefst 12 parketsecretarissen. Dit betekent dat officieren van justitie naast hun eigen werkzaamheden ook de werkzaamheden van de parketsecretaris zullen moeten doen. En ik vraag de aandacht van de president om deze kwestie spoedig ter hand te nemen. Geachte Hof en aanwezigen.
In de afgelopen 2 jaar heeft het OM het navolgende kunnen realiseren. Het opzetten van de communicatiedesk, bestaande uit 5 officieren van justitie en een communicatiemedewerker. Meet and greet ontmoeting met de pers. Opzetten van een nieuwe website. Aanmaken van een Facebookpagina. Digitaal aanvragen van de bezoekpas. Digitaal ontvangen en verzenden van verzoeken van notarissen. Overlegmomenten met orde van advocaten. Toezicht op de notarissen ingevolge de wet op de notarisambt. Ontwikkelen van PG-richtlijnen hulpofficiersmodel voor jeugdige verdachten. Plaatsen van een televisietoestel in de zittingzaal van opa Doelie. PG-richtlijnen voor vervolgingsambtenaren met betrekking tot inbeslag genomen goederen. Tekenen van de overeenkomst met de consultant voor het formuleren van richtlijnen, officiersmodel en afdoening strafzaken op de strafzitting voor jeugdigen. Het toepassen van artikel 100 wetboek van strafrecht, waarbij strafzaken die bedreigd worden met een gevangenisstraf van max 6 jaar kunnen worden getransigeerd, zoals diefstal, verduistering, oplichting, vernieling, bedreiging, heling, wederspannigheid, valse aangifte, valse klacht, schokkende afbeeldingen, smaad, laster, eenvoudige belediging, belediging ambtenaar en wederrechtelijke handelingen tegen dieren. Uitvoeren van een pilot op basis van artikel 100 wetboek van strafrecht, waarbij aan volwassen verdachten als taakstraf, te weten een werkstraf, wordt opgelegd. Formuleren van richtlijnen in zaken insluit, vervolging van verdachten en strafeis voor verschillende strafbare feiten, zoals diefstal middels geweld, woninginbraken, zedendelicten, overtreding wet verdovende middelen, overtreding vuurwapenwet, overtreding rijwet, huiselijk geweld, belaging, openbare dronkenschap en het in staat van dronkenschap belemmeren van het verkeer. Formuleren van richtlijnen in zaken CIPO en CIPO-gronden, vaststelling van de gedragscode voor de vervolgingsambtenaar, vragenlijst opgesteld voor de politie met betrekking tot de veel voorkomende strafbare feiten, richtlijnen naar de politie in zaken de wetbestrijding huiselijk geweld, richtlijnen naar de politie met betrekking tot artikel 7 lid 1 onder 3 van de gewijzigde rijwet, richtlijnen naar de politie met betrekking tot inbeslag genomen goederen, officieren van justitie gekoppeld aan een politiebureau op resortenniveau, zulks in het kader van de betrokkenheid en zichtbaarheid van de officier van justitie, visumformulieren ontwikkeld, aangepast aan de tijd en een apart formulier voor de lijkschouwing, heractivering rechercheoverleg, heractivering hulpofficierenoverleg op resortenniveau, videoverhoren van verdachten, richtlijnen naar de politie om strafdossiers waarin verdachten zijn aangehouden 24 uur na de inverzekeringstelling op te sturen naar het parket. De instructie is gegeven om eerst te zoeken naar feiten en omstandigheden om vervolgens daarna in overleg met het OM over te gaan tot het al dan niet insluiten van personen. Instellen van het judicieel interventieteam, het doen ontmantelen van 13 scalians, het onklaar doen maken van 8 illegale landingsbanen, toestemming verleend aan uitvaartbedrijven om namens nabestaanden de crematieverzoeken te doen op het parket, het OM ontkoppeld aan de server van het hoofdkantoor, we hebben thans onze eigen server, het opzetten van een nieuwe telefooncentrale, huisvesten van het parketgebouw, van het parketwacht in het OM-gebouw, per 28 augustus 2022, 2023. Permanente educatie officieren van justitie in Suriname. In Suriname, online als ook buiten de grenzen. Standaard de lastleggingen aangevuld met meerdere strafbare feiten. Permanente educatie, parketsecretarissen. Leiderschaptraining en time management training aan afdelingshoofden. Doen formuleren van een formatieplan voor het OM met functiebeschrijving en functiewaarderingen. In het kader van de bestrijding van money laundering is de officier van justitie aangewezen om zitting te hebben in de NAMLAC namens het Openbaar Ministerie. Een MOU is getekend met een gaming board. Inlopen achterstaande vuurwapen aanvragen. De dienstverlening met PCS is hervat. Gesprekken zijn in gang gezet met goudopkoopbedrijven in het kader van de vermindering van kwikuitstootdampen en vergroting van het aantal specialisatiedesk, dan zijn dat er 33. En vanuit deze desk wordt er actief geparticipeerd in werkgroepen en commissies. Geachte Hof en aanwezigen. Het werk op het Openbaar Ministerie staat niet stil. Het is spannend en uitdagend.
officier van justitie zijn, is niet alleen van achter het bureau. Vervolgingsambtenaren dienen ook zichtbaar te zijn op het veld en iets terug te doen voor de gemeenschap. Zo hebben officieren van justitie van de desk milieucriminaliteit samen met collega-officieren een bezoek gebracht aan professor Naipaal en hem geholpen in zijn nursery. Dit is de plaats waar de zaden van de mangroveboom worden geplant en als ze reeds stevig genoeg zijn, worden overgeplant in de kust op vrije bodem. De werkzaamheden die ze hebben verricht waren het aanvoeren van modder in grote tijlen, de modder in kleinere potjes vullen en sorteren, een zaad op de modder in de potjes leggen, de bestaande bedden met jonge zaailingen van onkruid ontdoen en opruimen. Behalve dat de officieren van justitie op deze wijze hun bijdrage hebben geleverd aan de bescherming van ons milieu, hebben ze elkaar ook op een andere manier leren kennen en het gevoel van saamhorigheid vergroot. Wij timmeren heel hard aan de weg. En hoewel wij heel hard ons best doen om ons werk naar behoren te doen, lopen wij als OM het risico dat telkens als iets misgaat, mensen roepen, zie je wel, er is niets veranderd. Leiding geven is elke dag hard werken en uit je comfortzone gaan. Soms kunnen dingen mislukken en moet je een stap terugzetten. Je moet compassie hebben voor de medewerkers, luisteren, kunnen beschermen en leren van fouten. Onze handelingen kunnen inderdaad ingrijpend zijn en beseffen wij ook dat wij niet ieder tevreden kunnen stellen. In onze oordelen en handelen laten wij ons evenwel niet leiden door de waan van de dag en door de grillige dynamiek van social media. De samenleving moet wel kunnen rekenen op een betrouwbaar OM dat zichtbaar en merkbaar is. En daar werken wij naar. Geachte Hof en aanwezigen, ik wil mijn reden afsluiten met een citaat uit de Bhagavad Gita, hoofdstuk 3, vers 21. En dat luidt als volgt. Alle activiteiten die door een groot man verricht worden, worden door gewone mensen nagevolgd. En alle normen die hij door zijn voorbeeldig handelen stelt, worden door de hele wereld nageleefd. Ik dank u. Ja, dank u wel, procureur-generaal. En dan geef ik het woord aan de deken van de Surinaamse Orde van Advocaten voor een toespraak. Ik sluit mij aan bij de eerder in acht genomen protocollen van begroeting uitgebracht door de voorgaande sprekers. Waarde aanwezigen, het is mij een eer het woord tot u te mogen richten tijdens deze gelegenheid. De Surinaamse Orde van Advocaten erkent en herkent dit moment de installatie van functionarissen van de rechterlijke macht van zowel de zittende als de staande magistratuur als een stap richting de verdere versterking van onze rechtsstaat. Wij allen hier aanwezig, het gros van ons jurist, kennen de betekenis van het begrip rechtsstaat. Ik heb het voor deze gelegenheid toch weer eens een keertje opgezocht. En het was fijn dat ik daarvoor het pas verschenen handboek Constitutioneel Recht Suriname kon openslaan. In het handboek geeft Fernandes Mendes nadere uitleg over de elementen en de functie van de rechtsstaat. Hij noemt daarbij de gebondenheid van de overheid aan de wet, precies zoals burgers en bedrijven aan de wet gebonden zijn, als een van de cruciale condities om van een rechtsstaat te kunnen spreken. Vrij vertaald, in een rechtsstaat staat niemand boven de wet, wie je ook bent en welke positie je ook bekleedt of bekleed hebt. Krachtens onze grondwet is Suriname, zo hebben wij in artikel 1 afgesproken, een democratische staat. Volgens Fernandes Mendes kan een democratie die niet tegelijk een rechtsstaat is, geen democratie zijn. Ik concludeer daaruit dat het voor nakomen van hetgeen is neergelegd in artikel 1 van de grondwet van eminent belang is dat wij continu blijven werken aan de versterking van de rechtsstaat. Dat vereist in onze optiek een verbreding en verdieping van zijn fundament en versteviging van zijn pijlers door onder meer continue aandacht voor kwaliteit en kwantiteit. Fernandes Mendes noemt verder als belangrijke onderdelen of condities van de rechtsstaat het legaliteitsbeginsel, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de beschikbaarheid van rechtsbescherming voor de burger. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, zowel de zittende als de staande magistratuur omvattend, is dus een van de pijlers
van de rechtsstaat. De benoeming voor het leven, zoals neergelegd in artikel 141 lid 2 van de grondwet, van de leden van de rechterlijke macht met rechtsraad belast, de president en de vicepresident van het Hof van Justitie en de procureur-generaal, is bedoeld om onafhankelijkheid, zelfstandigheid en continuïteit in het uitvoeren van de grondwettelijke taken te waarborgen. Of zoals Fernandes Mendes het stelt, en dat is mijn laatste citaat uit het boek, het is de belangrijkste voorwaarde om als rechter onafhankelijk te kunnen functioneren. En ik voeg daaraan toe om als procureur-generaal onafhankelijk te kunnen functioneren. Onze grondwet geeft ons de mogelijkheid om met dergelijke benoemingen voor het leven de vaak enge belangen van het moment te overstijgen. Het past dan ook geen zins om met dergelijke benoemingen om te gaan op een wijze die het gewicht en de ernst van de functies niet respecteren en daardoor tornen aan de onafhankelijkheid van de functionaris en daarmee die van de rechterlijke macht als geheel. Waarneming is volgens de wetgever bedoeld voor bijzondere gevallen en in feite als uitzondering. Het tijdelijk karakter ervan zijpelt uit de gekozen bewoordingen voor bepalingen over dat onderwerp. Waarnemen mag nooit zo lang duren dat zij tot onzekerheid leidt voor de functionaris ten aanzien van dienstpositie en dienstbevoegdheden. Te vaak hebben wij in Suriname de gewoonte om mensen, in strijd met de wet, jarenlang in een functie te laten waarnemen. Het is niet goed voor de persoon en het is niet goed voor de organisatie. Als dit jarenlange waarnemen echter ook nog eens een keer bij de rechterlijke macht plaatsvindt, knaagt deze gewraakte praktijk aan dienstonafhankelijkheid en dus aan het fundament van onze rechtsstaat. Indien actoren om eigen moverende redenen met benoemingen die vanuit de grondwetgever als definitief bedoeld zijn, als speelbal of trektouw zouden willen omgaan, dan moeten wij, de gezamenlijke hoeders van de rechtsstaat, ons actief daar zorgen over maken. U heeft mij horen spreken over aandacht voor kwaliteit en kwantiteit. Advocaten vormen bij uitstek de eerste linie die de gevolgen van tekortkomingen in kwantiteit en kwaliteit bij de rechterlijke macht signaleren, opvangen en waar mogelijk pareren. Het is de orde van advocaten wel degelijk opgevallen dat de rechterlijke macht hard aan het werk is de genoemde kwantiteit en kwaliteit te verbeteren, aan te vullen, te waarborgen. De RAJO-opleidingen voor zowel de zittende als staande magistratuur en de interne trainingen dragen daar allen aan bij. De advocatuur beseft zich terdege de uitdagingen die de rechtspleging treffen en dat die leiden tot beperkingen en tekorten. Sommige daarvan zijn door organisatie en communicatie te verbeteren. Gedacht wordt onder meer aan wachttijden, starttijdstippen en het in communicatie treden in geval van wijzigingen. Daarnaast zou de orde graag zien dat de mogelijkheid bekeken wordt voor een interne procedure om de kwaliteit van gerechtelijke uitspraken te bewaken en te waarborgen. Dit is des te meer noodzakelijk nu het aantal rechters nog onvoldoende is opgeschroefd om het hogere beroep vlot te laten verlopen. Waar mogelijk is de orde van advocaten natuurlijk bereid aan de totstandkoming van een dergelijke procedure bij te dragen. Met wederzijdse inspanning, bereidwilligheid en onderling begrip kan de dagbesteding en inzetbaarheid voor ons allemaal verbeteren. Verbeteringen die uiteindelijk de rechtszoekende en de rechtsstaat ten goede komen, hetgeen de kern is voor de roeping die ons allemaal tot de diverse toga-beroepen geleid heeft. Hoewel elk toga-beroep zijn eigen rol vervult en zijn eigen specifieke taken en bevoegdheden heeft, ontkomen wij er niet aan te beseffen dat wij allen are two sides of the same coin. In dat verband kan het overigens een uitdaging zijn voor degenen die van rol veranderen binnen dit bestel. Het blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk om de bril af te zetten, waardoor men in voorgaande carrière gewend was te kijken. Het is van belang dat men zich daarvan bewust is en actief ervoor waakt steeds de juiste bril op te hebben. De orde is er nochtans van overtuigd dat de geïnstalleerde functionaris op wie dit vandaag van toepassing is, in staat zal zijn deze uitdaging te overwinnen.
Het is goed om te vermelden dat de Orde van Advocaten en de rechterlijke macht geregeld met elkaar in communicatie treden om deze en andere zaken te bespreken. Gisteren nog had de Raad een informatief gesprek met de verantwoordelijken voor het decentralisatieproject dat de rechtspraak in eerste instantie naar de districten Broekepoende en Marowijne zal moeten brengen. Het dichter bij de burgers brengen van de rechtspraak vergroot de toegang tot recht en draagt dus ook weer bij aan de rechtsstaat. Het is goed dat de advocatuur daar in een vroeg stadium bij betrokken is geworden, zodat wij alvast kunnen nagaan hoe wij hieraan kunnen bijdragen en wat dat voor impact zal hebben op de individuele advocatenpraktijk. De samenwerking tussen de beroepen en instituten binnen het rechtsbestel raakt elkaar op zoveel wijzen. Ik zei het al, two sides of the same coin. Allemaal met het doel onze rechtsstaat te bewaken, te dienen en te versterken. De Orde van Advocaten spreekt de hoop, neemt de verwachting uit dat met de installatie van deze functionarissen Suriname weer een stuk dichter bij dat doel is gekomen. Rest mij nog om namens alle leden van de Surinaamse Orde van Advocaten de felicitaties en gelukwensen over te brengen aan de zojuist geïnstalleerde functionarissen en hun familie. Meester Parasing, meester Rutsch, meester Klein, gefeliciteerd met dit bijzonder moment. Wij wensen u kracht en wijsheid toe in de momenten en de beslissingen die komen zullen, in de verwachting dat die momenten en beslissingen zullen bijdragen aan de rechtspleging en de nadere ontwikkeling van onze rechtsstaat. Ik dank u. Ja, dank u wel, deken. En dan zijn we hiermee gekomen aan het einde van deze plechtige buitengewone openbare zitting. Nog even de mededelingen in het kader van het afronden. Zometeen zal de president worden begeleid, weer uitgeleid worden gedaan door de commissie. En maar eerst zal de felicitatie worden overgebracht aan de geïnstalleerde PG en twee collega-rechters. Dus zometeen gaan we vragen dat u hiervoor in komt staan en dat de commissie van in- en uitgeleide de president begeleidt voor de felicitaties, waarna de president dus teruggaat naar de verplichtingen die er elders zijn. Vervolgens komt de commissie terug en dan gaan we de geschorste zitting hervatten. En dan gaan we het protocol daarna verder bepalen. Goed, mag ik dan de even schorsen en de PG en de twee collega's vragen om hiervoor in te gaan staan.
Minister van Justitie. Nou, ik mag mijn oud-docent feliciteren. Geen oud-docent, maar ik heb wel als agent van politie met u gewerkt en tot nu toe. Goed, dat is het volgende moment dat het Hof de felicitatie gaat overbrengen aan de geïnstalleerden. En in dat verband zullen we dus zo meteen de zitting sluiten. Maar ik ontbind eerst de commissie van in- en uitgeleiden alvorens ik de zitting sluit. Maar is er nog een rol in de rol? Ja. Wat is er de rol? Sluiting. Goed. Sluiting deze punten van de zitting. Ja, dat is
Dat is wel lang. Thank you.